We vragen jullie iedere keer om vragen te stellen in de reacties. En we proberen die ook zoveel mogelijk te behandelen. Maar er is één vraag die wij zoveel hebben gekregen de laatste tijd, dat het echt tijd werd om daar een filmpje van te maken. En dat ga ik vandaag doen. En dat is namelijk de vraag, hoe kom je van wallen af? En het truc hiervoor is heel erg eenvoudig en dat ga ik jullie nu laten zien. Dus kijk mee. Nou, er is maar één ding eigenlijk die je nodig hebt voor deze tip. Namelijk een lepel. En niet zomaar een lepel, maar een lepel die bevroren is. Dus ik heb gisteravond een lepel in de vriezer gelegd en die is nu bevroren. En hier is die lepel. Hij is ijskoud. En het is de bedoeling dat je die op je oog gaat leggen met de holle kant naar je oog toe. Dan trekt het vocht van de wallen, dat trekt dan weg. Ik raad je wel aan om er even een papiertje omheen te wikkelen, want anders kan het nog wel eens pijn doen. Omdat het natuurlijk gewoon ijs en ijskoud is. Dus ik wikkel hem in een papiertje, een keukenpapiertje. En hou je hem gewoon zo tegen je oog aan. En houd het ongeveer 5 minuutjes vast en dan zal je zien dat je wallen zijn verdwenen. Nou, als jij dan last van wallen hebt, dan raad ik je dus aan om even een lepel in de vriezer te leggen vlak voordat je naar bed gaat. Doe dan wel 2 lepels, je hebt natuurlijk ook 2 ogen. En voer dit trucje uit. Heeft jou dit nou geholpen? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat ook een reactie achter. Heb je een vraag? Stel die ook in de reacties. En zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.